Heb je al zin om aan te moedigen, Pip? Go papa! Go Tuur! Oh, een marathon. Doet zo'n pijn. Goedemorgen, het is zondag 24 oktober. Het is voor Tuur de dag dat hij eindelijk de marathon lopen mag. Ik heb hem op zijn verjaardag in januari 2020 een startbewijs voor de Rotterdam Marathon gegeven. Zijn allereerste marathon. En het is nu oktober 2021 en Tuur mag hem eindelijk lopen. Tuur, ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Nee, ik heb wel echt heel veel zin in. Ja? Ja. Ik heb al die lange afstanden getraind en ik wil nu wel aan mezelf laten zien dat ik... Het ook in de marathon kan? Dit ook kan. Ja. Ik hoor een baby. Moet ik daar naartoe of ga jij er naartoe? Ik ga even naartoe. Oké, ik ga even douchen. Met energie voor de marathon. Kan ik douchen of niet? Ja. Moet ik op de pannenkoek letten? Nee. Goedemorgen. Ga je vandaag naar Rotterdam? Ga je mee kijken? Heb je lekker geslapen? Philippa, heb je lekker geslapen? Mag je naar de grote stad? Zijn we er klaar voor? Zijn we er klaar voor? Ja! Ja! We rennen door Rotterdam! Yay! Goedemorgen nogmaals, het is inmiddels 7:50. Het was net even spitsuur. Ik had graag willen filmen hoe onze voorbereidingen waren. In het bijzonder hoe Tuurs voorbereiding was. Maar met een baby in een uur tijd klaar zijn voor een hele dag Rotterdam is een uitdaging. Anyway, voor de geïnteresseerden. Gisteravond heeft Tuur een pokeball gegeten. We zijn vroeg naar bed gegaan. Volgens mij zijn we om 9 uur richting bed gegaan en ik denk dat we om 10 uur ongeveer sliepen. Philippa werd... om 11 uur. Ja? Ja? Lag je wakker? Wakker gelegen zo lang. Ik denk door suikerboost of zo. Ik weet niet. door de Morten. Ja. Oké. Nou, Tuur, dus 11 uur, ik 10 uur. Toen vervolgens zijn we, denk 3 of 4 keer wakker geworden omdat Philippa... altijd heel netjes doorslaapt, of in ieder geval regelmatig netjes doorslaat, maar vannacht wilden we eigenlijk al om 12:30 drinken. Om 5 uur heb ik daaraan toegegeven. Toen zijn we naar de woonkamer gegaan, heb ik Tuur nog even laten liggen. En toen zijn we weer teruggegaan, om 5:45 is Tuur opgestaan. Tuur heeft eventjes wat losmaakoefeningen gedaan. Hardgelopen. Toen is hij gaan hardlopen, maar eerst losmaakoefeningen voordat je ging hardlopen, toch? Ja, het ritueel. Ja. Het ritueel, daarna hardlopen. 2 kilometer maar. 2 kilometer. Versnellingen, 4. 4 versnellingen. Heb je nog loopscholing gedaan? Ja. Loopscholing gedaan. Vervolgens... ik sliep toen nog. Is Tuur volgens mij gaan douchen? Of niet? Heb ik dat verkeerd gegooid? Pannenkoeken bakken. Om 7 uur heeft hij me wakker gemaakt. 3 pannenkoeken op? 3 pannenkoeken heeft hij maar gegeten. Ik nam er altijd 6. Maar ik had al een krentenbol op, hè? Ja, maar ik denk dat hij te weinig gegeten heeft. Maar ik ga hem er verder niet zenuwachtig over maken. En ik heb 80 gram moorden. Ja, oké. Maar anyway, ik denk dat je wel wat meer pannenkoeken had kunnen eten. Maar goed, dat zullen we allemaal zien. Koffie. Hoeveel koffie? 3. 3 koffie. Zeg het maar eerlijk. Ga je nu geen koffie meer nemen voor de marathon? Nee. Okay, geen koffie meer voor de marathon. En inmiddels is het 7:15 en zitten we dus in de auto en we gaan parkeren ergens bij een school in het centrum van Rotterdam. En dan ga ik verder met de metro naar het eerste aanmoedigingspunt. En vervolgens gaat Tuur naar de start. Het belooft echt een mooie dag te worden, Tuur. Volgens mij heb jij echt lekker marathon weer. Daar ligt de Tuur. Krijg je ook kriebels? Krijg je ook kriebels? Gezonde spanning. Goed zo. Wel denk, maar soms denk ik altijd. We zijn nu bij het Zadkine College. Daar kan Tuur zich omkleden. We hebben de auto geparkeerd. Philippa en ik gaan straks naar de metro lopen. Dan gaan we naar het eerste aanmoedigingspunt. Hip hip. En we gaan hopen dat mensen in de metro ruimte voor ons gaan maken met de kinderwagen. Kak, ik heb geen mondmasker bij me. Dat is niet zo handig. Succes, Tuur. Je weet wat je moet doen. Ja. Niet hard van start gaan. Ook als zij naast of achter de Kenianen. Oh, ik dacht en de Ethiopiërs en alle andere snelle mensen. Ik dacht aan hard starten, hard middenstuk en een snel eind. Zoiets. Ik heb gelukkig nog een mondmasker in jouw tas gevonden, want die was ik vergeten voor de metro. Ik was heel even weer in paniek. Oké, nu gaan we echt, Tuur. Yeah. You can do it. Ik heb een partner gevonden, Yvette. Ze gaat mij helpen in de metro met in ieder geval de eerste keer. Hé Pip, gaan we met z'n drieën met de metro? Ja. Wat? Sta je dan wel op 14? Ik ga op 14 ook staan. Ik ga wel de eerste keer ga ik samen, zodat ik in ieder geval weet hoe het werkt in de metro. Hallo! We zijn nu bij de Erasmusbrug. Als het goed is, komen ze hier over een minuutje of 10 langs. Heb je al zin om aan te moedigen, Pip? Spannend! Spannend! Ook Tuurtje! Go Tuur! Tuur, kom op! Succes! Kijk naar papa! Oké, we hebben Tuur nu op het eerste punt gezien. Dat was net voorbij de Erasmusbrug. En ik ben nu bij Slingen. En daar heb ik mijn eerste taak. En dat is een drankje aangeven. Dus dat kan ik even niet filmen, want dat heb ik natuurlijk een hele belangrijke taak. Drankje aangeven. Maar nu eerst mijn allerbelangrijkste taak. En dat is deze van drinken voorzien. Deze heeft al 5,5 uur niks gedronken. Hip hip. Het was 5 uur vanmorgen toen jij voor het laatst gedronken had. En het is inmiddels 10:30. Oké, we hebben Tuur net op 14 gezien. Toen heb ik ook drinken aangegeven. Ik denk dat hij nu straks op 16 is. En daar staan we nu. En dan gaan we weer aanmoedigen. Papa! Go papa! We staan nu bij 90 kilometer. Tuur heeft me net volgens mij niet gezien. Maar ja. Hij zag er nog wel gefocust uit. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Ik moet nu straks weer een gel aangeven. Dus ik heb weer een belangrijke taak. Ik vind het wel spannend. Hoop ik dat hij me ziet. Vorige keer zag hij me dus niet. Philippa begint nu een beetje moe te worden. Die valt straks lekker in slaap. Go Tuur! Alleen drinken! Oh, die heb ik niet! Tuur wilde ineens alleen maar drinken in plaats van een gel. Volgens mij is het iets minder fris op dit moment. En ik ben er achteraan gerend met drinken op zijn tempo. Ik kan je vertellen. Ik kan je vertellen. Dat is vrij heftig. Oh, ik had al een klein beetje pijn aan mijn rug. We staan nu bij Blaak. Net onder de rug vandaan. Hoe noem je dat? Kook wat uit. Ik zou het echt niet weten hoe dit heet. Ik weet in ieder geval dat Tuur nog niet voorbij is. En dat ik hem dus als het goed is nog ga zien. Of hij mij ziet, weet ik niet. Nummer 14, nog maar een uurtje! Hij hoort me gewoon niet. We staan inmiddels bij de finish. De prijsuitreiking is op dit moment gaande. De medaille, de bloemen en de bokaal. Eerste plaats. En een fantastische prestatie, want het is een nieuw Belgisch record. De snelste Nederlandse marathon ooit, nieuw Europees record en de tweede tijd in de wereld. Ongelooflijk! Bashir Abdi! 2:03:36! een nieuw speeltje voor je gewonnen. Maar wat een aanmoedigingen. Echt gaaf. Van mij of van de mensen van de... Van iedereen, joh. Niet van mij. Jawel, van jou. Van jou. Tuur, wat is er moeilijker? 1500 of een marathon? Oh, een marathon. Doet zo'n pijn. Nou... Ja, ik had bij 25 had ik... Nee, bij 17. Bij 17 vond ik het al niet meer leuk eigenlijk. Na 25... Toen zag je je broertje? Ja, dat helpt wel, al die mensen, ja. Oh. Ik heb 33 kreeg ik een steekje boven in mijn longen. En die zakte af naar hier. Toen ben ik zelfs gaan wandelen. Toen dacht ik ga terug naar de start. Toen dacht ik nee, ik ga wandelen en dan ga ik wel weer. En ik had die podcast van Chalene gehoord. Chalene had ook gewandeld omdat ze een steek had. En toen ging het ineens weer. En toen liep ik ineens weer gewoon 2,52 of 3,52 tempo of zo. Gaat dat lukken? Ik weet het niet. Nee, ik ga je wel helpen. Zijn we weer? Jee. Zijn we weer, Pip? We zijn weer thuis. Tijd om Philippa een flesje te geven. Tuur is al zijn berichtjes aan het beantwoorden. Is toch wel leuk, hè, marathon lopen. Al die aandacht die je krijgt. Ik heb nog nooit zoveel WhatsApp berichtjes tegelijk gehad. Ik ben wel een beetje trots op jou, Tuur. Dacht ik wel, want ik zag je overal in Rotterdam. Ja. Ik zag je op de 2. Ja. De 14. Ja. De 16. De 16 heb ik je niet gezien. Ja. Maar daar was je ook. Ja. De 19, bij de 19... was er een beetje fout, ja. Was een misverstand. Toen ben je nog achter me aangerend om Morten te geven. Ik denk dat ik toen echt op 3:40 tempo heb moeten lopen, want ik moest jou inhalen. Ja, ja. Toen, volgens mij op 28. Ja. Toen bij de finish, maar toen heb je me niet gezien. En bij 28 hoorde Tuur mij wel, maar hij reageerde gewoon niet. Hij stond gewoon, liep gewoon zo door. Geen knikje, geen handje, helemaal niks. Nee. Zo gemeen. Nou ja, dus ik was helemaal... 28, dan moet je nog 14, hè? Ja, ik kwam die Erasmusbrug af. En dan kom je in de buurt van de Coolsingel, volgens mij. Ja. En daar was ik eigenlijk al stuk. Maar vond je het wel leuk dat ik er was? Want ik had... Er wil iemand aandacht. Vond je het leuk? Wat een vraag. Vond je het leuk? Ja, maar als je niet eens reageert, dan vraag ik me af of je het überhaupt wel leuk vindt. Nou, weet je, je hoort die hele reis. Roepen mensen jouw naam, omdat het op je startnummer staat, hè? En mensen roepen jou omdat je... Tuurtje van Annemerel bent. Ja, oh, zoveel mensen hebben gezegd: kom op, Tuurtje van Annemerel. Alsof je, alsof je het broertje van een of andere ster bent ofzo. Of de broertje van, zeg maar. Ja, je kwam dus door. De eerste, je zei ik ga geen kilometer onder de 3:50. Wat was je eerste kilometer? 3:33. Ah, het was zo gaaf. Je had daar Lee Towers, die begon te zingen. Ik had dat nooit meegemaakt. Nee, dat was je eerste marathon, dus had je dat nooit meegemaakt. Nou, ik kreeg echt kippenvel. En ik keek om me heen en ik zag mensen dansen. En ik keek naar boven en ik zag in die appartementen... Een helikopter die naar boven hing. Nou ja, ik zag die mensen op balkon staan. En het was zo'n gave sfeer, was dat. En nou ja, toen ging dat kanon. Was de kanon... Ik heb hem niet gehoord, want ik stond aan de andere kant van de brug. Maar toen was het zo'n herrie op die brug. En zoveel mensen stonden op die Erasmusbrug. Je rende omhoog, maar ik had helemaal niet door dat ik aan het klimmen was. En toen kwam die afdaling. En toen na een kilometer keek ik op mijn horloge van... ik zal al 3:40, 3:45 hebben. Het stond er 3:33, dus ik temporiseren. En toen keek ik naar 1,8. Toen ik nog steeds 3:33, toen dacht ik, nou, nu moet ik echt rustig aan doen, anders blaas ik mezelf op. Ja, nu moet ik echt rustig aan doen. En toen haalde die groep met Rick Wolfswinkel en Theresa van de Wolf me in. En ik dacht dat, misschien is dat al een 240 groep. Dus ik dacht, zijn jullie de 240 groep? Nee, de 236 groep. Dus ik dacht, ah man. Dus ik gelijk echt dribbelen. En toen na een tijdje, nou toen liep ik eigenlijk wel heel relaxed. Toen kwam ik wel 37 hoog op de 10 door. Terwijl ik eigenlijk 38 hoog, 38,5 ja. En toen kwam de groep van Rob Willemsen en die zeiden van ja, wij lopen 240. Maar toen kreeg ik ineens bij 17 al, voelde ik al wat krampjes in mijn hamstring. En toen zei die, dan was daar een DJ en die zei, jongens, het is nog zo ver, jullie zijn pas op 17, de Coolsingel is nog zo ver. Toen zeiden jullie moeten nog 25 kilometer. Jullie moeten nog 25 kilometer, doe rustig aan. Maar ik zat al best wel, ik voelde een blaar onder mijn voet al een beetje en ja, ik was niet echt fris. Maar ik kwam er nog wel doorheen, maar bij 28 was ik echt kapot. Dus kapot, ik was gewoon echt... toen was ik wel echt in een tunnel een beetje. En je liep ook net uit de tunnel, bij Blaak. Maar bij 38 toen dacht ik, ja, nu is het te overzien. Ik doe nog 2 kilometer, dan ben ik bij de 40 en dan nog 2. Zo dacht ik een beetje. En toen zag ik dat ik volgens mij nog wel in de 20 minuten liep, van 35 naar 40. Dus dacht ik, oh wauw, ik verlies helemaal geen tijd, maar ik had wel het gevoel dat ik langzamer liep. Maar dat was... liep je snelst, langzaamste 5 kilometer was 4:10 en je snelste was 3:42 denk ik. 42, ja, zoiets. Dus dat is wel een groot verschil. Ja. Zou je het andere mensen aanraden? Wat? Zo snel starten? Nee. Maar hoe vaak hebben we het daarover gehad? Ja, maar ja. Ja, je wordt gewoon meegesleurd. Je wordt gewoon echt meegesleurd. Maar is verherhaling vatbaar, Tuur? Nee, ik hou het bij 1 marathon. Ik denk dat ik echt meer gebouwd ben voor de 1500. Ik ben meer een Mila-atleet dan een marathonloper, denk ik. Ja. Ja. Heb je nu wel meer respect voor de marathon gekregen? Zo. Ja, echt. Ja, maar ja, als je op 28 moe bent en je voelt je spieren en je moet dan nog... Pip heeft het touwtje van mijn camera in 14. Toen jij zei van, nog maar een uurtje duur, dat hielp wel. Ja maar toen reageerde je echt niet. Ik weet niet of je het gehoord had. Ja, ik had het gehoord, ja. Op een gegeven moment... sorry alle mensen die mij hebben aangemoedigd tussen 28 en 42. Ik had geen energie meer om een duimpje omhoog te steken of iets. Nee. Terwijl ik in de eerste 15 zoveel energie daarvoor had. Ja, het is wel... Ik vond de Erasmusbrug het gaafste trouwens. Ook op de terugweg. Ja. Ik kreeg het trouwens ook zwaar. Op, vlak voor die tunnel kreeg ik het zwaar. Dat viaduct, 27. Toen ik Rotterdam liep, toen vond ik het niet leuk meer, zeg maar, met nog 15 kilometer te gaan. Ja, je moet dan nog dat hele Kralingse Bos om. Ja. En dan denk je steeds dat je daar bent. Maar nee. Ja, het is wel erg leuk. Ja. En ja, ik wil en als je nou een keertje samen met mij een marathon kan lopen, rond gewoon 3 uur. Maar dan moet je nog langer. Dan moet je 3 uur hard lopen. 3:15, 3:10. Ja, dat zou ik wel. Ja, zou je dat doen? Als je in 3:10 shape bent. Zullen we een keer kijken, en dan moet het wel een marathon zijn. Oh, dan moet ik wel heel snel. Als je in 3:10 shape bent, wil ik het wel. Ik wil het leukste is dan natuurlijk als een marathon is waar je ook een kinderwagen mee mag nemen. Dat Pip ook mee kan. Dat jij Pip kan duwen. Oh, wow. In 3:10. Ja, maar ja, je mag niet ontspannen met je armen lopen. Hè? Nou, dan laat ik haar wel gaan in de afdalingen. Dan kan ik een beetje mijn armen weer recht doen. Okay. Ik vind het wel een leuk idee. Met z'n drieën een keer marathon lopen. Als jullie weten of er ergens een marathon is waar je met de kinderwagen op parcours mag, let me know. Als het, misschien kunnen we er ook gewoon dan 4 uur over doen. Nee, het is zo lang. Wel, misschien... Maken we er toch gewoon een feestje van? Hé hey Pip, jij wil ook graag een marathon lopen, hè? Doe maar niet, Pip. Ik raad het je af. Nee, in de kinderwagen. Oh, we marathon rijden. Oké, wij hebben sushi besteld. Dat is Tuurs een herstelmaaltijd. En daar gaan we lekker van genieten. Hé Pip? Hoeveel weken heb ik geen alcohol op? 4. Oh, het voelt als 6. Goedemorgen iedereen. Ik heb het gehaald naar school op de fiets. Het is de dag na de marathon. Maar oh, wat een spierpijn, niet normaal. Zelfs op een rechte vloer loop ik gewoon echt als een pinguïn te waggelen. Maar ook vannacht, ik moest naar het toilet om 3 uur of zo. Nou, ik moest echt 4 keer mijn best doen om op te staan. En dan viel ik weer terug achterover in mijn bed. Of als ik s'nachts in bed lag, ik ben gewoon echt wakker geworden een paar keer. Als ik dan mijn benen strekte, dan voelde ik heel mijn knieën en mijn bovenbenen. Echt niet normaal. Oh, wat een impact. Ik hoop echt dat ik binnen een week of binnen 2 weken weer normaal kan dribbelen. Ik ben ook echt zo blij dat dat vandaag een studiedag is op mijn school, dat er geen kinderen zijn. Want nee, ik had niet echt iets voor kunnen doen. Zelfs voor badminton ben ik nog te traag om mijn shuttle terug te slaan, denk ik. Maar ja, daar komen we ook weer overheen. Ik ben wel echt blij dat ik het gedaan heb. En ja, het was wel echt een belevenis. Dat publiek, de Erasmusbrug en de start. En ja, echt super, super, super. Dus niet voor herhaling vatbaar, denk ik. Te pittig. Nou ja, misschien dat ik daar later op terugkom. Fijne dag iedereen!